Daar komt hij hoor. Hotza. Het is echt anders, hè? Het is echt weer... Wow. Ja. Easy game. Ja. Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Luca en ik heb zojuist een heel leuk pakketje binnengekregen. Want zoals jullie weten heb ik een paar gaten in de trampoline en heb ik daarna dit doek geverfd. Nou, dat ziet er natuurlijk niet meer uit en de gaten beginnen steeds groter te worden. Hier zit één gat, daar zitten drie gaten. Is best wel eng om hier tricks op te gaan doen, want wie weet scheurt hij door als je een dubbel backflip doet en er komt te veel kracht op. Dus ik denk dat jullie het al snappen, er zit hier weer een nieuw doek in. Dus ik ga eventjes het oude doek ga ik eraf halen en dan ga ik deze erop installeren. Ik heb ook nieuwe beschermpads besteld, maar op een of andere manier kwamen die niet tegelijk, dus dat gaat nog even duren denk ik. Nou, daar komt hij hoor. Hotza. Nou, ik heb hem eventjes uitgelegd en hij is anders dan dat ik nu heb, maar ik vind het er op zich wel vet uitzien, zo'n blauwe rand aan de zijkanten. Grote logootje erop geknald. Nou, laten we hem lekker daarop gaan doen. Zo, het nieuwe doek zit erop. Mike die is er met Lars en met Bram. Wie wilt als eerst? Wie wilt hem testen? Ik ben echt zo benieuwd of het nu weer voelt als een nieuwe tram, want dat doek was zo oud. Ja, dit vind ik veel beter. Ja, is hij weer strakker? Ja. Hey, hij is ook super stil. Hoort hem helemaal niet. Hij is echt super chill gewoon weer. Super chill. De oude mat die was een beetje los geworden en toen had ik iets bedacht. Een paar gaten in. Een paar gaten en verf en weet ik veel wat allemaal. En toen had ik bedacht om een soort power bounce erop te zetten. Dubbele veren hier omheen had, omdat hij zo los was geworden. Maar is dat nu nog nodig, denk je? Nee, het is zeg maar nu heel chill, want je gaat diep naar beneden, maar je wordt ook weer hard omhoog gevoerd. Zal ik eens proberen? Het is echt anders, hè? Er zit echt weer... Wow! Er zit echt weer pop in of zo. Ja. Hoi, joh. Even dubbel back. Doe even wat voor de kijker. Happatee jongens, happatee jongens! Echt sick. En ik vind hem ook wel mooi met die blauwe rand. Pas goed bij deze. Eigenlijk moet je die ook nog even blauw maken, net die vorige. Ja, er moet inderdaad een nieuwe rand daarvoor komen. Ja, waarschijnlijk is hij nu voor kaboom ook weer... Ja, hij popt weer echt heerlijk! Oei, let's go! Ja, easy gast! Ja, ik had echt niet verwacht dat het aan de mat zou liggen, maar eerder aan de veer of zo. Ja. Super chill. Nou Bram, ga ervoor! Doe eens een kaboom setje. Een dubbel kaboom set. Met dubbel bounce zou die makkie. Easy game. Tigo is er ook bij. Moet eventjes checken hoe de Ekel nu springt, gast. Het is echt veel beter. De power bounce is niet meer nodig. Blauwe lijn is vet. Ik weet alleen niet wat ik van het grote logo vind. Ja, ik vind het dus best wel satisfying. Het is chill. Hij is chill, hè? Ja. Oké, iedereen die kijkt, even zonnebril op. Papa. Zo. Ja. Oh, ik heb heel slecht, ik heb heel slecht gefilmd. Hey, 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 hey. En nu dubbel backflip naar dubbel backflip. Steempje schaak. Let's go. Spotten en go, 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 go. Ja, bro, die had je kunnen inzetten. Kan je ook, die kan je inzetten. Hey, hey, Tigo, Tigo, dubbel flip check naar je rug, check. Ja, die was super vet. Als Tigo dubbel frontflip naar zijn rug doet, is echt goed. Bro, ik krijg daar echt een hartaanval van. Dat gaat goed. Het verschil is. Jij kan hem echt gewoon goed spotten. Ik heb een rug, maar jij opent zo. Dat lijkt zo. Ik spot hem hoor. Kijk, spot. Ja, dat is echt gecontroleerd. Ik wil echt even wat drinken, maar ik wil gewoon echt eerst die dubbel back naar dubbel back. Oh, dat is een flinke challenge. Uit, maar ik ben bang dat ik gewoon die kant op vlieg. Moet je Tigo erachter zetten? Tigo, doe hem maar. Volg hem maar, ja? Wow! Dat zag er goed uit. Ja, easy game. Makkie gast. Wel een sick landing, maar... Oké, Mike probeert nu een ball-out, dus dat is een frontflip vanaf je rug. Maar dan moet je eerst een 360 doen en dan hem duiken naar frontflip. 360 ball-out. Inzetten, inzetten, go, go, go. Wow, die was lekker. We gaan heel eventjes snel naar binnen. En Tigo is al binnen geweest, maar het is hem nog niet opgevallen. Hier ligt een cadeautje en die is voor Tigo. Vorig jaar bij zijn verjaardag had ik geen cadeautje, want ik had gewoon geen idee wat ik hem moest geven. En een paar dagen geleden kwam ik op iets. Dus ik heb het gelijk besteld en ingepakt. Maar dat cadeautje, dat geef ik straks wel. Eerst even koffie drinken, even een lekker sessie. Lekker koffie, kunnen we lekker kijken naar hoe Mike zijn trickie gaat proberen. Doe het maar. Ik heb het al drie keer gedaan, maar hij gaat echt super kut de hele tijd. Lekker koffie. Doe gewoon midden in zijn flip, doe ik even. Oh, daar gaat hij. Inzetten, let's go! Ja, dat moet je gewoon doen. Ja.
3 uur later. Lekker koffietje, hè? Maar dan moet je wel straks zeggen als je hem landt. Yes, first try. Yeah, ik ben zo blij hiermee. Nee, wat is dit? Dit is de challenge. Als jij hem niet binnen 5 tries doet, moet je vanaf daar tot daar de sloot in. Jongen. Nu moet hij er wel in. Fucking guy. Doe je het precies op zo'n stukje dat ik hem er niet uit kan herritten. Ja toch. Ja, lekker. Bommetje. Wow. Wow, ik ben helemaal nat. Wat nou als jullie met z'n allen tegelijk een bommetje doen in het zwembad in? Dus eentje gaat links, eentje gaat in het midden, eentje gaat rechts en de ander gaat vanaf de Econ het zwembad in. 3, 2, 1, go! Oh! Oh. Sick! Okay, we hebben een nieuw spelletje. We hebben een bal en die gaan we elke keer overslaan. Mag er maar één keer raken. Raak je hem niet, dan ben je af. We gaan beginnen. Jullie proberen mij gelijk te naaien, jongen. Kijk, Mike heeft hem dus niet weggeslagen en dan is Mike af. Ja, oké, ik ben af. Oké, finale, last tegen Bram. Slechte bal. Hartstikke even doordraaien. Ronde 2. Ja, zo makkelijk is het niet hoor. Nee, jezus! Ram is af. Dat gooit ze wel laag. Dit was risky. Oh, spannend! Ja! Oh, dit gaat snel. Oh, die gooit af. Oh. Hey Bram. Ja. Hey, dubbel flipjack in 5, 4, 3, 2. Hey, lekker. Die zou je kunnen landen. Ietsjes langer vasthouden en dan kan je makkelijk landen. Let's go. Oeh, je kwam nu wel op je voeten. Kun je hem nog een keer proberen? Nee. En we zijn eventjes klaar met trampolinespringen voor vandaag. En daarbij ga ik heel eventjes cadeautje geven. Ah, Tigo. Ben je confused? Ja. Vorig jaar had ik geen cadeautje voor je. En volgens mij ben jij al bijna jarig. Dus dit is eigenlijk nog van vorig jaar. Maar ik heb een cadeautje voor je. Echt heel random. Ik ben al bijna weer jarig. Ja, dat weet ik. Dan krijg je binnenkort weer een cadeautje. Over volgend jaar. Nou, ik hoop dat je het vet vindt. Prank? Of is het echt iets? Ja, het is vet. Is het echt vet? Ja, dit, nee, het is echt vet. Ja, toch. Ja, dit is sick. Vet, hè? Ik had toen Crocs voor jou gekocht. En nu heb jij ook Crocs. Ja, maar dit is sick. Nu kan ik poelen met mijn eigen Crocs. Ja, precies. Tigo die steelt elke keer de Crocs van ons. En dan gaat hij gewoon, hij loopt ermee door de stad, door de winkel. Maakt niet uit. Maar nu kan je gewoon vanaf thuis gewoon lekker chillen, man. Wat hebben sandalen? Jullie zo met Crocs? Crocs is de shit, gast. Sandalen zijn beter. Nee. Jawel. Ja, dit is vet. Dit is vet. Zo kan je gewoon pull-up overal naartoe. Ik doe geen normale schoenen meer aan hoor. Hoe bedoel je normale schoenen? Ik doe alleen nog maar normale schoenen aan. Moeten we even een fit check doen? Ja, ja, even catwalk, even catwalk. Yeah! Zo, de jongens die zijn weer naar huis gegaan en straks ga ik weer lekker trainen bij de Ookmeerhal. Maar voordat we daarheen gaan moet ik heel eventjes mijn bonsai verzorgen. Natuurlijk super warme dag, droogt die super snel uit. En wat ik laatst al zei, wat de bedoeling is met een bonsai, is dat je hem klein houdt en zelf een beetje gaat vormen naar hoe jij hem mooi vindt. Ik heb deze bonsai echt voor maar 2 weken of zoiets, dus ik heb nog geen idee wat ik precies moet doen. Ik heb video's gezien online dat ze met metaaldraad die takjes gaan buigen zoals zij het willen. Aangezien ik wil leren hoe dat moet, ga ik dat proberen met 1 takje. En als dat goed gaat, dan weet ik dat ik dat ook met de rest van de takken kan doen. Ik vind dus dat dit takje niet heel mooi groeit. Hij groeit een beetje omhoog. Dus ik wil gaan proberen om deze naar beneden te buigen. Zodat er net zoals deze tak, dat hij gewoon een beetje hier...
overleeft het kleine takje het niet. Maar dan heb ik in ieder geval wat geleerd dat ik het op een andere manier moet doen. Want als het lukt met dit takje, kan ik natuurlijk ook andere stukken gaan buigen. En het wordt denk ik ook wel een beetje tijd dat ik hem ga snoeien. Zo, en nu is het tijd om lekker naar de Ookmeerhal te gaan. Ik weet het ook weer. Hey, oh, ja, we video, zijn weer bij de Ookmeerhal. Hey, Bart, gasten. Wow, rustig. Wie nog meer? Ik wil deze training weer heel graag dubbel layout kunnen. Mijn rug begint iets beter te gaan, dus ik denk dat ik nu weer die... Ja, ik denk wel dat het kan. Jij hebt gezegd, als het econdoek gefixt is, dat jij dubbel layout gaat doen. En drie keer raden wat er nu gefixt is. Het econdoek. Ik denk het prima. Happatee, jongens. Oké, nu Rudy in. Let's go. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Wat? Wat zegt hij? Jullie zijn al een heel rondje gegaan, man. Waarom gebeurt dit elke keer? Hey, gast. What the fuck? Ik had al in mijn hoofd, want ik moet die weer terugkrijgen. Dat was geen Rudy in, dus die moet je ook nog doen. Ja, maar ik durf dit niet. Jawel, gast, je moet dit gewoon een keer proberen. Boyo! Gaat het? Jawel, dat was hem wel. Ja, soort van. Alleen je kwam op je hoofd. Deze guy is echt helemaal gek. Ga jij ooit zo hoog als je trampoline springt? Ik sta bijna gewoon op de trampoline stil. Als ja, ik ook. Spring, dat heb ik ook. Ik doe bijna alles gewoon vanuit one bounce of zo. Anders dan durf ik het gewoon niet. Wat heb jij gedaan? Ik was even aan het swingen. En nu is mijn hand open. Even goed close-upie. Maar hier mijn handen. Oh, dat ziet er echt pijnlijk uit. De andere is ook bijna kapot. De andere is zo. Oh, ziet er echt niet goed uit. Nee. Moet je niet even ontsmetten, even pleister erop even? Hij zegt ook tegen mij, nou, ik voel dat ik nog een paar keer kan en dan is het klaar. Ja, de eerste die is... doet, hè? Wow, het is open. Ik zie hem kijken naar zijn handen. Ik denk, nee, dat is niet goed. Zo, ik voel dat een paar flips alweer genoeg is geweest voor mijn rug. Ik ga gewoon heel rustig aan doen. Vorige keer had ik net te veel last van mijn rug. En dat wil ik deze keer voorkomen, dus ik ga nu gewoon heel eventjes hier lekker rekken. Mijn rug weer een beetje rust geven. En dat was de video voor vandaag. Vonden jullie het leuk? Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer beneden en laat een leuk commentaar achter.